Ik wil dus nu het woord geven aan de verhalenvertelster, de moeder van Erasmus. Ja, goedemorgen allemaal. Blij dat u in zo'n grote getale bent gekomen. Ik zal me eerst even voorstellen voordat u denkt dat ik een klap van die molen heb gehad. Ik ben de moeder van Erasmus, Margaretha Gaudana. En mocht u meer over Erasmus willen weten, dan moet u vandaag terecht bij het Erasmusgenootschap in Gouda, want ik ga vandaag iets vertellen over de Malle Molen. Dit verhaal speelt op maandag 25 augustus 1851. Moeder Aaltje is net weer uit het kraambed van Gijsbertha, die op 11 augustus geboren is. De vroedvrouw was tevreden geweest naar de bevalling, maar het was Aaltje niet meegevallen. Naar Gouda om te bevallen, zoals Jan had voorgesteld, had ze niet gewild. Het Sint-Catharina-gasthuis was een ziekenhuis waar onder andere hoeren werden behandeld, op de syfilistische bovenzaal. En het Sint-Elisabeths-gasthuis kostte flink centen. Bovendien had ze de hulp van dochter Maria, bijna 17 nu en bijna net zo oud als toen ze zelf Jan trouwde. Maria was haar steun en toeverlaat. Ze wist hoe ze de zuigeling moest bakeren, maar ook hoe huishouden en de molen werkten. Op die maandag kwamen schout en poldermeesters langs voor een schouw. De schouw was aangekondigd en Jan had er pest in. De vorige keer was hij beboet omdat hij een visnet vlak bij de watergang had hangen terwijl de molen onder zeil was. Volgens de schout hing het net te dicht bij de watergang, hetgeen door Jan was tegengesproken. Dat laatste had hij beter niet kunnen doen, want de jonge schout was in zijn wiek geschoten en vervolgens zat Jan in de maling. Jan had Aaltje en Maria gewaarschuwd. Als ze kwamen rond 10:00, alleen koffie en geen kraamtractaties. Jan zou eens even laten zien dat hij op eigen wieken kon drijven. En nu was hij weer de hele dag op schouw geweest, had de plank gedragen waartoe hij verplicht was, om schout en poldermeester zijn sloten te kunnen laten oversteken, en moest zijn best doen om zich niet door dezelfde jonge schout te laten uitdagen. De poldermeester sloofde zich uit, bekeken de waterkanten uitvoerig en hadden alleen oog voor wat er in en op het water te zien was. Het liep al tegen 4:00 toen ze eindelijk rechtsomkeert maakten. Omdat ze alles te voet hadden afgelegd en zonder schouderpoldering waren getrokken, het bootje, ze hadden alles te voet gedaan, was de molen inmiddels uit het zicht verdwenen. En toen ze hem tegen 5:00 weer in het vizier kregen, dacht Jan dat zijn hart stil bleef staan. In de verte zag hij iemand aankomen hollen. Een jonge stem riep, vader, vader! Was het Adrianus, zijn oudste, of Johannes, zijn tweede zoon? Jan wist het niet, maar begon de jongen tegemoet te rennen. Tegen beter weten in. De stand van de molenwieken zei genoeg. Alleen wist Jan niet over welk gezinslid het ging. Was het Aaltje, of was het een van de kinderen waarvoor de molen in de rouwstand was gezet? Schout en poldermeesters namen er intussen hun gemak van. Hier was toch geen lopen tegen. Jan had inmiddels Johannes bereikt. Buiten adem vertelde de jongen dat de kleine Gijsbertha er niet meer was. Het kleine meisje had dood in de krib gelegen. Als u strakjes binnenkomt, kunt u die krib nog zien. Toen Maria haar eruit wilde halen, zodat Aaltje haar kon voeden. Toen Jan en Johannes de molen binnenstapten, troffen ze verslagen en gelaten gezichten. Het was niet de eerste keer dat zo'n kleine boreling wegviel uit hun midden. Maar wennen deed het nooit. Jan liep met Aaltje naar het kleine dochtertje. Maria stond er zacht huilend naast. Het leek net of Gijsbertha gewoon sliep. En telkens als zo'n klein broertje of zusje dood bleef, voelde het of zij er een beetje schuld aan had. Met haar moeder daarover praten kon ze niet. Dat was minstens net zo verdrietig. En bovendien lichamelijk nog zwak naar de kraam. Uiteraard kwamen schout en poldermeesters nog even hun medeleven betuigen, om daarna met stille trom te vertrekken. Jan had al zijn kinderen zelf aangegeven bij de burgerlijke stand toen ze geboren waren. Maar ook dit keer was hij niet bij machte om het overlijden van zijn dochtertje te gaan melden. Hij liet dat over aan meneer Pastoor. Dit was het treurig verhaal van Gijsbertha Mats, op
deze molen geboren en slechts 14 dagen oud geworden. Nog één keer zouden Aaltje en Jan een kind krijgen. Johannes Gijsbertus in 1853. Vernoemd naar een ouder broertje en zijn 2 jaar oudere zusje. Jan en Aaltje bleven tot hun dood op de molen wonen en werden begraven op de voormalige Rooms-Katholieke begraafplaats in de Goudkade. Niet ver bij hun molen vandaan.